sluiters op plaats nummer 2 is dat even kijken. Geldermans en Dylan van Doesburg. Ja, de heren weten eigenlijk wel, als je met 5 man aan hoeft er maar eentje af te vallen. Ja, dit is dan de rit, dames en heren, in leeftijdscategorie van jongens van 8 jaar met schreeuwende vaders en moeders die inderdaad niet weten hoe ze het hier voor elkaar moeten krijgen om een zoon of dochter naar voren te lopen. Jongens van 8 jaar met Jongs, Maas Koek, Van der Valk, bij Lesje, Snoffers en Goris en Brian Floor. Is het hier 7-19. Die hier de aanleiding gaat van Amazone. Op plaats van 2 gevechten zijn Kripsros en Nijkerk. En daar komt dat iemand bij. Dat is 0-1 op 4. Is Robert van der Valk. 5 gaat door de zon. Is het Pitten. Pitten dan op plaats nummer 5. Lars Koolhaas in de achtervolging voor de 5e ticket. Wat valt te verdienen voor een halve finale. 19. Daar gaan wij kijken naar de 18e zit hier met Stamhuis. Dan wisselen we Tim Hammer, Rangel, Rooijen, Walburg, Andingen, Vissen en Tino Walburg hier ook bij. Met de 58. Dan heb je slecht, die moeten we dan ergens anders op gaan pikken. Dan heb je slecht, prachtige aanleiding. En dat is Thijs Vist. Die ziet dan, denk ik, Amazon op 2. Dat is van Rangel, in de achtervolging op 2. Dan is het Nijverdal. Moet er nog even wetten met geld. Dit Rocks. Dit is Rocks in de achtervolging. Maar die heeft nog een aantal meter achterstand gemaakt. Op plaats nummer 3, even kijken bij mij aan de lijst, is Berjan Trump. Ook in de race voor een van de tickets, 6 tickets voor een kwartfinale. Groepje hier met Maartman Jansen de Vaal, een van de sterke mannen uit de eerste rit. En ook Brian van Ewek zit hierbij van Amersoje. Van Ewek gaan we in de gaten houden van Amersoje voor de kwalificatie en ook het renskamp. Vriendschap met Bolster de Wit en Justin van der Brink. Hier is het even kijken aan de rijding 7-0-2. Daar is die Brian van Ewek, een van de gedoodwerpte kanshebbers voor een trico uit de Drentse land. Hier aan de leiding. De Twentse Ros op 2 in de achtervolging. Grop doet hij hier goed mee. En we zien ook Kraten met de 18 doet Bolster goed meekomen. Dan is het even wachten en roeren. In de gaten houden, double key is Kevin Koster, natuurlijk hier weer aan de leiding, is natuurlijk niet de vanzelfsprekend, het moet altijd op vlak worden, en deze categorie voor de plaatsen, niks krijg je voor niks, het is doodgratis, je moet een heleboel voor moet, ook tijdens de Koster, die weet hoe dat allemaal dan, het is voor mij, dat gaat je niet aan het leiden, dat kan ook niet naar voren komen, nee, dat was de eerste keer. Dan op 3, dan wordt het interessant. Daar zien we Antoine Blankens uitkomen voor Amersoje. En op 4 komt door hier, denk ik, Mari uit voor het Twentse Ros. Die 23 steeds, hij komt uit Nijverdal. Tom van Heurn en hij rijdt voor de Lost Sprinters. 6.37, Patrick Koers, hij zit op tweede positie. En die komt hier binnendoor, pakt die koppositie over. Koers pakt die koppositie over van Heurn. En dan is het de start nummer 37 van Rutger Letscher. Hij pakt hier die derde positie. Race nummer 35. Eerste groep rijders uit die promotieklasse. Een kampioenschap, ik had het al eerder gezegd, wat gaat tussen Pinksteren en Pinksteren. Dan gaan we dus alle provinciale uitslagen, die gaan we meenemen. Lars Engels doet goede zaken hier vandaag op zijn thuisbaan. Tweede positie is het ter start nummer 428. Het nummer van Arjan Ellens en 723. Arjan van Rensven, hij zit op plaatsje nummer 3. De start nummer 426, de vrouwpartij. Vrouwpartij van het nummer uit het Hoge Noorden. Van hier van de Spartanen, volgens mij, van Wim Flederis. Van start nummer 426. Kevin van Nuenen inderdaad, 3-4-5. Hij zit op 2, Patrick Boosma. En dan is het Kjeldschwab met de start nummer 531. Hij zit op de derde positie. Vijf rijders die gaan zo meteen naar een halve finale toe. En de 12-07 zit daar opnieuw bij. Hoesing naar de 12 en de 172. Jolijn Meppelen. Zij zit op die vierde positie en vier rijders gaan rechtstreeks naar de finale toe. Race nummer 52 met Nadine van der Steur. Jolien Latouwers met Suzanne Jagersma, Femke van Heuvel, Anja Jacobs
naar die van de Sleur. 122 Jolien Landouwers en 68 van Junita Walburg. En ook hier vier rijders rechtstreeks naar een finale toe. De 906, dat is het nummer van Robin Hoogland. Dirk zit op de vierde positie. Dirk is 97 erbij. Niemand in de wind, maar ik weet zo nu nog naar Poortje van der Leij. En het staat bij die laatste groep achter de avond. Maar het werk gaan we bij elkaar ook. En die binnenkomt, daar schuif je naar voren. Björn Hoogland, wie zit er dan op mee? Is het de Kuipers of is het Tony van Eck? Het is de 96 van 95 moet ik zeggen. Dat is het nummer van Benny van Hoekdorp. En op de derde positie de nummer 38 van de generaal Tony van Eck. Maar de winst dus Björn Hoogland van de Lost Winters en Eindhoven. Van de mannen 18 jaar en oud.